Meneer Koolzaad en meneer Wesseling gaan het opnemen in het knotshockey. Een fantastische strijd tussen België en Nederland. Want op de baan staan ze volgens mij gelijk na 3 dagen spelen. Wil en Niklaas mogen straks 3 mensen gaan uitnodigen. 3 Belgen en 3 Nederlanders. En we gaan 4 tegen 4 knotshockey om te kijken wie de kampioen van het knotshockey gaat worden. Dames en heren, jongens en meisjes, we spelen knotshockey, maar niet zomaar. Dat doen we met Team België onder leiding van meneer Koolzaad. Maar we hebben niet alleen Belgen hier, we hebben een Team Nederland onder leiding van Wil Wesseling. België! Nederland! Team België! Het is fantastisch, het is spannend, het is ongelooflijk. Team België gaat als een speer en ook Wil, ja, heel goed, de stick blijven lagen. Het is fantastisch, een mooie aanname van meneer Koolzaad. Het gaat fantastisch. Er wordt geknotst. Maar nog steeds niet gescoord. Ja, daar gaat hij en oei! Het gaat fantastisch, super spannend. In de baan staan ze gelijk, maar wat zullen ze doen hier bij het knotshockey? En ook Niklaas geeft het knal. Hij wordt uit de lucht gepakt en het is weer de paal. Ja, een eigen doelpunt. Een eigen doelpunt van Niklaas. Nederland aan de boot. Staat 1-1. Het is ongelooflijk spannend. En stop! We spelen de golden goal. Wie gaat er winnen? België? Of is het Nederland? 3, 2, 1. We zijn begonnen. Ja! Het zijn de Nederlanders. Hey, how did you score from such a close angle? Mag ik een heel hard applaus voor Team België!